Hallo iedereen, welkom in de video waarin dat we het thema Explore, Dream and Discover gaan doen voor RAM. Onze rammen. We gaan eens kijken wat dat de rammen de komende 3 maanden zullen nog verder meer gaan ervaren, dus Explore. Wat dat de schaduwen zijn omtrent het nog niet volledig ontvangen van de dromen, van de diepste verlangens. En wat dat je als ram nog verder mag gaan ontdekken, discover. Dus zo zeggen, we gaan er gewoon in vliegen. Ik ga hier eventjes de kabel van mijn microfoon aan de kant schuiven. Want anders zit ik er in de warming. Oké, onze rammen. Wat mogen, zullen, kunnen onze rammen de komende 3 maanden nog meer gaan ervaren? En het eerste dat ik al hoor is hoe dat ze vanuit hun hartsenergie zachter in de wereld mogen staan en toch nog tegelijkertijd in die krachtige ramenergie. En we zien omgekeerd Seeker of Challenges en de andere Two of Flames ook omgekeerd. Oké, okay. Je gaat veel meer in je eigen kracht staan. Dat gaat ervoor zorgen dat je een heleboel dingen gaat gaan veranderen. Om uiteindelijk in union te komen in jezelf en met een diepe zielsconnectie. En van daaruit eigenlijk ook fysiek in je nieuwe start te krijgen. Dus dat is eigenlijk de onderliggende grotere draad, de rode draad, die van invloed is op de komende 3 maanden. We hebben Six of Flames, Ten of Flames en Abundance. Ik ga ze tonen. Dus de Six of Flames. De Ten of Flames en de Abundance card. En ik hou ze apart, bewust ook apart vast. Omdat dat hetgeen is dat je uiteindelijk gaat gaan ervaren. Dat dat hetgeen is waar we uiteindelijk naartoe groeien. De reden van al de dingen die je de komende 3 maanden gaat ervaren. Zijn er om je uiteindelijk de 3-eenheid te brengen. Dat je ziet. Lichaam, geest en ziel. De oneenigheid in jezelf. De eenheid zo boven zo beneden. En dat op zich gaat dan eigenlijk heel veel overvloed in je lichaam en in je leven teweegbrengen. Ziet hoe dat die vrouwelijke energie in staat is om gewoon alles over zich heen te ontvangen. Zonder dingen te gaan forceren. En dat is hetgeen wat je de komende maanden gaat leren. Kijk, hier flames, dat is je vlam. Dat is je vuur. Ram is ook een vuurteken. Maar natuurlijk, te veel vuur zorgt ervoor dat emoties, dus het waterstuk, het waterelement in jou, eigenlijk volledig verdwijnt, verdampt. Dus het gaat erover dat je leert die balans te vinden. Dat je leert nog meer verder te werken in het hanteren van al de elementen. Alle elementen van je zijn. Dus dat je nog veel meer verder gaat in dat proces van alchemie. En dat je jezelf daar ook niet meer uitput. Want dat is hetgeen waar je uit ziet. Hè. Er is nog 1 vlam die brandt. En al de andere kandelaars die in die mand zitten, van die man of vrouw, die is eigenlijk opgedoofd, opgebrand. Dus eigenlijk een stukje uitgeput. Dus door de manier waarop je het gedaan hebt, was je eigenlijk ook een stukje uitgeput. En dus zie je dat... ik vind het ook mooi, want kijk wat ik ga doen. Zie je hoe dat licht verandert. En dat is eigenlijk ook hoe dat uiteindelijk gaat. Dus hoe meer je de diepte gaat van jezelf, hoe lichter dat de weg voor jou wordt. Het lijkt heel raar, maar het is zo. En dus hoe meer je leert om je eigen vlam zuiver te houden en niet meer te laten beïnvloeden door anderen, maar ook niet jouw eigen vlam gaat gaan leegputten, gaan opbranden om eigenlijk anderen te gaan voeden, dat zal eigenlijk die meer overvloed naar jou brengen. En dus gaat het belangrijk zijn, Ram, dat je de komende maanden heel zuiver bent in met wie ga ik om? Waar en welke projecten ga ik mijn aandacht en dus mijn energie richten? Want jouw energie is ook maar beperkt. Hè? Je hebt ook maar 100% energie en is de batterij op nul. Ja, dan heb je ook niet tijd meer nodig om weer volledig op te laden. En dat is een beetje het probleem dat de laatste jaren, hoor ik, eigenlijk was. Dus kijk voor jezelf, wees eerlijk met jezelf.
Waar je eigenlijk te veel van je eigen kracht en van je vurige energie, van je vuur zelfs, hebt weggegeven aan anderen. In de hoop om eigenlijk een diepe verbinding te ervaren. En dus daardoor geef je eigenlijk je eigen hoogpriesteres-energie, jouw intuïtiviteit, heb je die eigenlijk gewoon aan de kant geschoven. Heb je daar niet naar geluisterd? Door ook angsten. Wacht, hè. We zijn die nu omgevallen. Uitgevallen. We zien, ja, oké. Okay. Dus als we kijken of we dat kunnen gaan aanvullen. 1, 2, 3, oké. Okay. Ja. We gaan zien of we dat bewaren. Anders, als ze te veel zijn, dan. Oké. Okay. We hebben één kaart meer dan bij de andere, maar dat maakt niet uit. Dus wat zien we? Aan de onderkant, de Hermit. Dus de kluizenaarsmodus. En dat heeft ervoor gezorgd, zodanig dat je in staat was, dus eigenlijk is het belangrijk om naar binnen te gaan, om te kijken van wat je mag weglopen, om dan uiteindelijk als een Sphinx te gaan reizen. Dat is eigenlijk de onderliggende kaart. En van de andere kant, wat zien we? Ja. Oké. En dus waarom gebeurt dat allemaal? Eigenlijk alles die nu wegvalt, en die weggevallen is de laatste maanden en jaren in je leven, die waren er. Om eigenlijk op een hele snelle manier te gaan transformeren, om onvoorwaardelijke liefde in je leven binnen te laten. En die kaart is nog ondersteboven, want normaal is het zo, de liefdeskaart van dit deck. Waarom? Omdat eigenlijk dat proces nog niet volledig is. Dat is nog een beetje waar je nu nog verder in zit. Dus je gaat nog eigenlijk doorheen de transformatie, dus zijn er nog momenten belangrijk dat je echt naar binnen gaat en echt nog meer gaat gaan voelen wat dat het is dat je nodig hebt. En dus dat zien we ook hier. Om succesvol te zijn in het fysieke, zal het nodig zijn dat je eigenlijk eens gaat terugkijken in het verleden van welke gevechten heb ik gevochten, welke discussies heb ik mijn energie aan besteed dat ik eigenlijk misschien beter niet had gedaan. En dat gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk die King of Pentacles wordt. Dat je meer controleur, dus meer baas wordt, meer meester wordt over je fysieke wereld, over je realiteit. Dat op zich gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk alle zorgen en alle angsten die je hebt nu op dit moment in je hoofd, dat je probeert te gaan controleren, dat je probeert een antwoord op te vinden, dat je dat gaat kunnen loslaten. Waarom? Omdat je gaat zien dat er een weg vooruit is. Je gaat zien dat je eigenlijk aan het licht van die tunnel bent, dat er eigenlijk alles al voorbij is. Dus dat nu tijd is om te leren hoe dat betekent, wat dat betekent om in die overvloedige versie van jezelf te stappen. En dat gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk in staat bent om weg te stappen van tekort, om weg te stappen van de oude versie, de geconditioneerde versie van jezelf, en altijd maar meer en meer en meer en meer in de versie van jouw essentie te kunnen gaan stappen. En dus dan te herrijzen als die nieuwe versie van jezelf. De echte versie van jezelf. Wauw. Ik ga onmiddellijk kijken welke vlammen dat jullie daarvoor kunnen gebruiken om je daarbij te ondersteunen in het proces. Dat is dat één. Oeh, daar. Oké, een heleboel dus. Wacht, hè. Die zal ik eventjes aan de kant leggen. Dus wat hebben we? We hebben aartsengel Michael, aartsengel Uriel en nog tweemaal aartsengel Uriel. Ja, oké, die twee samen eerst. Dus aartsengel Uriel, die gaan jullie helpen nog om meer vrijheid en meer overvloed in je leven te creëren. Dus ik ga ze wat dichter houden, zodat je de kleur van de vlammen kan zien. Dus je kan daarvoor aartsengel Uriel aanroepen. Of met de kleur van de vlammen werken. En dan hebben we ook aartsengel Michael met patience, geduld, en aartsengel Zadkiel met surrender. En dus zie ook hoe dat hier het belangrijk is dat je, waar dat je vroeger altijd maar in actie, 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 en eigenlijk je kracht, de magische kracht van jouw energie weggegeven hebt aan dingen buiten jezelf, aan mensen waar dat je eigenlijk meer wijsheid van, of eigenlijk dacht gewoon dat zij meer wijsheid dan dat jou, dat ze meer ervaring hadden dan jou, wat dan ook, dat je eigenlijk door je eigen schaduwen veel van jouw kansen hebt weggegeven, ga je dat nu niet meer doen. Het universum toont nu echt aan jou van nu is de tijd dat je nu keuzes maakt voor jezelf. Dat je dingen gaat gaan doen voor jezelf, dat je overvloed gaat ontvangen voor jezelf en die ook houdt en niet onmiddellijk ook weer gaat weggeven. Dus dat betekent ook misschien dat je misschien projecten gaat moeten stopzetten. Waar dat je in een samenwerking of zo verwikkeld bent, totdat je helemaal helder hebt wat dat betekent is om dingen te doen echt vanuit je pure eigenste zelf. Dus echt vanuit die
vrouwelijke essentie die in ieder van ons aanwezig is. En een stuk weg te stappen van de mannelijke bemoeienissen die er vanuit de buitenwereld in jouw leven nu zijn. En dat gaat ervoor zorgen, want kijk, dat is ook hetgeen dat mijn aandacht nu trekt. Zie ook hoe dat die piramide eigenlijk een zendmast is voor energie, universele energie. En dus dat gaat er ook voor zorgen, net door die bemoeienissen en van buitenaf, de energie van buitenaf te elimineren, ga je eigenlijk in staat zijn om nog veel meer leiding te ontvangen en dan te gronden. Daarom is die basis hier van onder ook breder dan de punt. Want dat is eigenlijk om die energie te gronden in de aarde. Daarom zijn dergelijke kristallen bijvoorbeeld ook superkrachtig. Het zijn zendpunten, zendmassen, ontvangpunten, of wat hij het ook wil noemen. Dus om meer vrijheid en om meer overvloed in je leven te ontvangen, dat is mogelijk de komende 3 maanden al, dan ga je al heel veel dingen kunnen zien wat verschuiven als je ervoor open staat, is het belangrijk om meer te vertrouwen, geduld te hebben en constant dieper en dieper in die overgave te zakken. Wauw, dan zeg ik het zelf. Oh, ik zag net af op mijn timing recorder. Ja, schaduwen. Dus welke dromen, wat maken, welke schaduwen mogen de rammen weten die nu te maken hebben met het feit dat hun dromen nog niet volledig gemanifesteerd zijn in het fysieke. Het eerste dat je moet weten daarvan is dat eigenlijk je al één bent met alles wat je wenst. Alles wat je wenst te verlangen. En hoe meer je in die energie gaat gaan zitten van ik ben al één met mijn klanten, ik ben al één met mijn liefdespartner, ik ben al één met het huis wat ik wil, ik ben al één met gelijk welke droom, hoe gemakkelijker dat gaat zijn om dat ook letterlijk in je fysieke wereld aan te trekken. En de angsten daaromtrent los te laten. Ik voel dat er heel veel angsten zitten bij de rammen op dit moment. En het ergste van alles is dat eigenlijk ook niet al de angsten van jullie zijn. Dus vraag ik anders onmiddellijk aan jullie team om ervoor te zorgen dat alle angsten die niet van jullie zijn, alle energie die niet van jullie is, om die te transformeren naar optimaal. Zodanig dat je heel zuiver en helder kan voelen wat er wel van jou is en dat al de rest onmiddellijk getransformeerd en meegegeven wordt aan de aarde. En zo is het. Wat hebben we? De schaduwen die ervoor zorgen dat je dromen nog niet volledig kunnen binnenkomen, hebben te maken met je gedachten. En wat hebben we nog? Ik ga eerst vragen. Ja, oké. Okay. Want alle kaarten vormen altijd een verhaal samen. Wat kregen we nog? Empress. Groei, overvloed en weer die productiviteit. Kregen we ook codes, synchroniciteiten, verschillende puzzelstukjes. En de laatste kaart was eigenlijk de full card, of is de full card, met journey. Dus een proces, een vooruitgang en eigenlijk het pad dat je wandelt. Dus het verhaal dat ik hierbij krijg, is dat eigenlijk de grootste reden omdat je droom nog niet ontvangen hebt, is eigenlijk omdat jouw gedachten en de communicatie dus in het ontvangen van wat je mag ontvangen, boodschappen, synchroniciteiten, die hou je eigenlijk een stukje tegen, omdat je het niet altijd kan logisch verklaren. Dus als je een hele krachtige mind hebt, dan is dat een hele grote uitdaging, dat weet ik. En net daarom is het ook interessant om met die universele vlammen te werken, omdat je eigenlijk dan een doorgang creëert in de energetische wereld, in je energetische lichaam, om van daaruit eigenlijk je mind te verzachten. En eigenlijk een opening te creëren, waar je ego zegt eigenlijk van, ah oké, okay, ja, het is energie, het is oké, okay, het valt mee. Er is niks aan de hand, ik moet hier niet in mijn verdedigingsmechanisme stappen. Waardoor dat je het binnenlaat en waardoor dat die transformatie eigenlijk vanuit energie verder gaat. Want dat is nodig om eigenlijk nog meer die verbinding te krijgen met jouw vrouwelijke energie. Dus met je intuïtie, met jouw gut feeling, met het zijn, met jouw ziel eigenlijk, met jouw team. En hoe meer dat je dat gaat doen, hoe meer dat je de codes gaat ontvangen die je nodig hebt, om uiteindelijk verder op je pad te stappen en om inderdaad te zien, te horen, te voelen, te weten wat dat volgende is dat je mag doen. Wat dat volgende is dat nodig is om die persoon te worden die de dromen, dat diepste verlangen dat je hebt, om dat te ontvangen. En dus eigenlijk om lang genoeg in de frequentie van jouw ziel en dus van jouw diepste verlangens te trillen.
Want uiteindelijk de wet van aantrekking. Niks, het gaat niet over aantrekken. Het gaat over dezelfde frequentie hebben. Kijk, ik vergelijk het altijd zo. Als je in een appartementsgebouw bent en jouw date zit op de vijfde verdieping en jij blijft op het gelijksvloers, dan is er geen enkele kans om elkaar te ontmoeten. Tenzij dat jij naar de vijfde verdieping gaat, dus in energie verhoogd, of tenzij dat die date in energie zou verlagen. Maar dat gebeurt zelden. Dus is het nodig dat jij verder aan die schaduwen werkt en dus meer werkt aan die mind en meester wordt over die mind. Zodanig dat je niet het vanuit controle kunt doen, want we hebben dat daarnet ook gezien, maar dat je dus vanuit die vrouwelijke energie veel meer je leven leert vorm te geven en veel meer probeert te zakken, zachter wordt, geduldig wordt en in overgave gaat, in het vertrouwen gaat. En geduld wil niet zeggen van dat je zit te wachten en je niets doet. Nee, geduld wil zeggen dat je zodanig, dat je ondertussen je leven leidt en weet dat de dingen, de puzzelstukken die je nodig hebt, de verschillende codes, dat die gewoon komen op het moment dat je die nodig hebt. En voor mensen die heel veel en heel lang in de mannelijke energie gezeten hebben, weet ik dat dat een hele last en een hele uitdaging is. Dus zeker voor die mensen zou ik zeggen, laat je ondersteunen. Werk met iemand samen die jou heel gemakkelijk die schaduwen die je hebt, kan spiegelen en jou daarin kan helpen. Als je dat wenst, kan je ook het traject zelfrealisatie vanuit de hart en bewustzijn volgen. Daarin leer je ook met de vlammen werken. Daarin ga je doorheen de verschillende fasen. En daarin is inderdaad een van die vlammen ook de tool om doorheen die barrières van de mind te werken. Oké, en wat gaat de ram of gaan onze rammen nog verder ontdekken de komende 3 maanden? Liefde hoor ik. Liefde voor het zelf. Liefde voor het leven. Einde van zorgen en lasten, dus van die mind. Hier nog een keer de voelkaart, komt er weer uit. Dus een nieuw begin. Een nieuw begin. Einde van piekeren. Een nieuwe manier. Ja, dus de mind komt hier eigenlijk weer heel hard naar boven. En dus de manier voor jullie gaat zijn dat je eigenlijk leert jullie vuur, de vuurenergie in jullie, op een goede manier. Dus niet op een destructieve manier te gaan gebruiken, maar op een goede manier te gaan gebruiken. En dus zien we dat ook hier weer. Kijk, hier aan de onderkant van het dek zie je ook weer, kijk, die persoon leidt vanuit de emoties, want dat is in het water dat hij zit. Maar dat kleine vlammetje, dat is eigenlijk de echte barometer. Dat is eigenlijk de echte leidraad. Ja, en dat brengt jou individueel succes. Dus eigenlijk weer dezelfde bevestiging dat we daarnet al gehad hebben. Wanneer jij beslist om te stoppen met piekeren, en dus eigenlijk al de lasten die jouw logische verstand creëert en daar chaos in creëert, dat gaat ervoor zorgen dat je open en heel snel transformatie gaat kunnen teweegbrengen om op dat nieuwe pad te stappen. Dat is hier eigenlijk de voelkaart. Net zoals dat we deze hier ook gehad hebben. Je voelt. En hoe meer hij dat doet, hoe meer resultaten hij gaat zien in het fysieke. Wacht, ik ga ze even allemaal vaststellen. Hoe meer resultaten hij gaat zien in het fysieke, dat je gaat merken van, oké, dat geven en nemen veel meer in balans komt. Dat jij niet altijd degene bent die moet dingen geven. Dat jij niet altijd degene bent die heel veel energie moet doen. Die heel veel dingen moet doen. En dat wat ik voornamelijk hoor, dat het manifesteren niet zozeer over het doen gaat, maar eerder over het afstemmen en het uitlenen. En dat gaat ervoor zorgen dat je veel minder in je hoofd gaat zitten, maar veel meer eigenlijk achterover gaat gaan zitten en gaat leunen. En gaat zeggen van oké, universum, doe maar wat nodig is. Toon mij wanneer dat ik inderdaad weer in actie mag komen. Dat gaat ervoor uiteindelijk een nieuw begin zorgen, ook in je gedachten, maar nu ligt het nog omgekeerd. En dat gaat dan ervoor zorgen dat je eigenlijk op een hele. Kijk, je ziet er ook een vlinder. Wacht, hè. Zo, kan je beter zien. Zie je de vlinder? Dat gaat er ook voor zorgen dat er een transformatie komt in de manier waarop je mening deelt. In de manier waarop je in communicatie bent met anderen. En dat gaat dan die liefde brengen. Dat gaat dan eigenlijk die liefde voor jezelf, maar de liefde ook voor het leven en de liefde ook naar anderen. Dus gaat op een hele andere manier ook gecommuniceerd worden. En wat zie ik hier? Great big love. Dus rammen, het gaat niet evident worden.
Want de mind is een van de lastigste dingen, omdat het zo hard en zo diep in ons systeem geconditioneerd is. Maar daarom gebruik de tools die voorhanden zijn. Gebruik de leerwerken met de universele vlammen. Leerwerken vanuit energie om je mind en het emotionele te gaan transformeren. Uiteindelijk ook zo dan het fysieke. Oké, welke informatie hebben we nog meer voor de rammen? Om hen verder te helpen op hun pad naar vrijheid. Yes. Je moet in staat zijn en bereid zijn om heel veel dingen los te laten. Willing release. Het ligt ondersteboven. Omdat dat hetgeen is waar je nu eigenlijk die sacred, hoe noemen ze het hier? Reverence. Die heilige verbinding. In eerste instantie met jezelf, in jezelf. Die eenheid in jezelf, die vrijheid in jezelf, die rust. Die sleutel daartoe ligt in het loslaten. Ligt in die overgave. We hebben het daarnet ook gezien. Overgave. Dat gaat je vrijheid brengen. Dat gaat je overvloed brengen. Dat gaat je geluk brengen. Dat gaat je diepe vervulling brengen. Maar je moet bereid zijn, en dus eigenlijk jouw vrije wil gaan gebruiken, om die af te stemmen op je ziel. Vertrouwen hebben en overgave en geduld hebben in het niet weten. Durven stappen zetten in je leven, op je pad, ook al weet je niet of dat eigenlijk wel het goede pad is. Ook al weet je niet waar dat pad jou heen gaat brengen. Dus vertrouwen vinden en zekerheid en veiligheid vinden in het niet weten, in het onbekende. Taking the leap of faith, zeggen ze in het Engels. Dat is hetgeen wat jou uiteindelijk op lange termijn het grootste succes gaat brengen. En die ultieme vrijheid. Dus Ramen, het is tijd om te springen. En weten dat de parachute of het vangnet pas gaat openen wanneer je al gesprongen hebt. En dat is ook effectief zo. Ik heb dat al meermaals mogen ervaren. Het universum gaat er altijd voor zorgen dat wanneer dat jij kiest voor jezelf, wanneer dat jij die dingen doet vanuit liefde, dat er voor jou gezorgd wordt. Dat je beschermd bent en dat de goede dingen, nog meer goede dingen op je pad gaan komen. En dus, werk met de vlammen. Leer echt met de vlammen werken. Ik zeg het, u bent nog altijd welkom om deel te nemen aan het traject Zelfrealisatie vanuit het hart gedaan bewustzijn, waar dat je nog meer leert werken met de universele vlammen. Dat is een hele snelle, transformatieve tool, die eigenlijk heel eenvoudig is in gebruik. Je moet het alleen weten. Voilà, 2233. Zoek dat op. Dat was voor de rammen voor deze keer. Ik hoop dat je het leuke reading vond en dat je heel veel inzichten hebt mogen ontvangen. Ik hoor dat ik nog mag zeggen dat het geen voorspelling is. Dit is een van de oneindige mogelijkheden. Dus jij kiest, jij staat aan het stuur en jij kiest wat je ervan uitgaat, wat dat je gebruikt om jouw dromen dichter te trekken. Zo, dat was voor nu. Ik wens je een fantastische week en tot de volgende. Dag!